Het moet ook maar weer kuiltjes graven ook, hè. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karen Stammer van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stammer van der Werf. Het is vandaag dus alweer donderdag, 6 augustus. Morgen is mijn happy birthday. En het is 11:30. Zo. En ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Het moet ook maar weer kuiltjes graven ook, hè. Yo, deze de kom. Kom eens hier, wijfje. Kom eens hier. Kom eens hier. Dank je. Hi. Hallo. Heb je poosje graven daar? Nee hoor. Doen ze vaak in deze kuil. Gewoon even lekker graven. Border collies, hè. Lekker, hè, Messi. Lekker even een beetje verkoeling, hè. Ja, het is nog steeds je zus. Ja. Jij gaat er maar even bij liggen, hè, Messi. Is goed, hoor. Dames, niet aan de lijn rennen. Hé. Hey. Dit doen jullie maar binnen. Ik trek gewoon terug. Dames. Graven. Niet aan... Beauty. Nee. Anders gaan we gewoon weer doorlopen. Beauty. Anders gaan we doorlopen. Beauty. Anders gaan we doorlopen. Kom maar, doorlopen. Goed zo. En rustig lopen. Slappe lijn, lof. Goed zo, loflie. Keurig dat je naar me toe komt. Keurig. Slappe lijn, loflie. Loflie. Is niet nodig. Strakke lijn. Goed zo, meisje. Slappe lijn. Dit is braaf. Goed zo. En nou moet je nog even piezen, meisje. Goed zo, hoor. Zo, nou, ik kreeg het net even een beetje heel erg warm. Maar oké, dat kan gebeuren. Even die aan. Ik ga namelijk nu even lekker de salontafel schoonmaken en de wc. Dat moet ook gebeuren. En Roos is bezig met de afwas. Nee, wat ik al zei, ik kreeg het net even heel warm in een keer de uitslag. Dus toen heeft Roos me eventjes op bed neergelegd. En dat is even, nu is het over. Dus ik heb even lange broek aan gedaan. Ik heb nog steeds pijn in mijn rug. Door Lovely vandaag eens een keer. Eens een keer wat anders. En nu ga ik even lekker schoonmaken.
zijn wel ver, hè? Zo, we zijn net even bij de grote winkelcentrum geweest hier, Ander. Ik weet niet of jullie het zien. Maar oké, even bij de Mall of the Netherlands. Hartstikke gezellig. Ik heb eventjes kaartjes uitgedeeld. Want ja, als je nieuwe kaartjes hebt, moet ik even kijken waar ik die heb nu. Oh ja, die heb ik in mijn portemonnee. Nou, bijna op, ja. Mijn hemel. Ik heb aardige connecties gemaakt. Ja, ik zal even een kaartje pakken. Kunnen jullie het zien? Kijk. Dit is mijn nieuwe kaartje. Dus ja, dat is mijn nieuwe kaartje. En ja, ik heb heel veel uitgedeeld. Want ik had zo'n stapel mee. En wat heb ik nog over? Dit. Ja. Toen was ik even onscherp, maar nou niet meer. Dus ja, dus dat. Dus, en nog even bezoek gehad van mijn schoonouders. Ook leuk. En even wat gehaald voor morgen. Dus ja, wat leuk. Ik weet niet of ik heel veel ga slapen, maar dat komt ook wel weer goed. Dus ja, maar we gaan nu eerst even richting Samen rijden. Even wat afgeven daar, want dat hebben we beloofd. Lekker samen, even afgeven en bij Samen. Mm-hmm. Dus, en eventjes weer eventjes connecties gemaakt. Ja, gewoon even gepraat en bij de overige winkeliers die ons al kennen. Eventjes, ja, gewoon eventjes, ja, even kijken hoe het met ze gaat in deze hele moeilijke tijd, zal ik het zo zeggen. Nou, en waar zijn we nu weer? Bij het welbekende Samen. Ja, wij gaan samen naar Samen, alleen Rodi is er al. We moesten even kaartjes pakken voor zelf. Dus, komt ook wel weer goed. Ik ga weer naar binnen. Zo, ik zit nou lekker eventjes weer in de huiskamer. Ik word zometeen even onderhandig genomen. Yep, en no big Ozy. Ik heb gewoon heel veel last, en vooral in mijn onderrug. Nou, dat weten jullie. Dus even kijken of hij er wat mee kan doen. Hoop ik toch wel. Ja, hoop ik wel. Nou wordt er eventjes een sapje voor mij gemaakt. Ook lekker even. Dus ja, lekker, 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 lekker. En ze weten dat ik hier volg, dus dat scheelt. Zo, naar de wc gaan we het ook even. Even lekker ontluchten, dat is wel handig. En dan ga ik weer lekker naar Rood toe lopen, dat is handig. Ja, dat is very handig. Ik weet niet hoe ze weer terugkomen, lief. Ik weet niet hoe ze terugkomen. Nou, dan ga ik gewoon via die kant ook, goed. Prima. Ja, een hele goede avond, lief allemaal. Ja. Het is alweer een tijd om de vlog lekker te gaan af te sluiten. Dat ga ik nu lekker doen. Ja. Samen maar met jullie. En dan is morgen weer een leuke dag om weer verder te gaan met vloggen. Dus ik zou zeggen, vind je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, abonneer. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Mwah. Van mij. En tot morgen. Doei!